6-1, dat zijn lekkere cijfers voor de Graafschap tegen het zwakke FC Os. Een leuke voetbalshow op de Vijverberg, maar met gemengde gevoelens voor Anko Jansen. Hij scoort weliswaar een geweldig doelpunt, maar trekt vervolgens bij het juichen zijn shirt uit. Een tweede gele kaart en dus rood voor Jansen. Ja, kijk, ik heb in een moeilijke periode gezeten en iedereen kan wel denken van dat valt wel mee. Maar het is voor mij ook heel moeilijk geweest om niet te doen wat je eigenlijk het leukst vindt op het veld staan. En je probeert je terug te knokken, is niet altijd makkelijk geweest. En voor mij als liefhebber was het eigenlijk een moment dat ik zo'n goal mag maken, heb je een stuk ontlading en dat uit ik op die manier. En dat is totaal de verkeerde manier. En achteraf heb je er spijt van, maar je kan het niet meer terugdraaien. Ja, dat was oliedom. Dat doet hij zichzelf, maar ook het team enorm mee tekort. Want volgende week staat er een belangrijke wedstrijd bij Volendam uit. Wat over het algemeen geldt als een hele lastige. En daar moeten we het zonder hem doen. En dat is zonde als je ziet wat hij vandaag allemaal aan goede dingen heeft laten zien. Ondertussen wordt er druk opgevoerd op trainer Pieter Huistra. Hem wordt verweten dat de Graafschap niet genoeg de randvoetbal speelt met passie en strijd. Maar de trainer vindt die kritiek onterecht. Nee, we weten waar we mee bezig zijn. Maar was je verbaasd dat ineens nu zo gemeld werd? Nou ja, ik heb het niet gelezen, dus ik trek me daar op zich weinig van aan. Omdat ik heel erg overtuigd ben. Mensen noemen mij wel eens eigenwijs. Ik ben heel erg van overtuigd dat de manier waarop wij willen voetballen, dat een hele goede is. Dat we daar ook de komende jaren mee verder kunnen. En ik ben het niet eens met de mensen die zeggen dat wij saai spelen. Dat iemand heeft ook ooit eens geroepen dat ik sta voor verzorgd voetbal. Dat is ook helemaal niet zo. Ik ben voor aanvallend voetbal. Dat heb ik overal waar ik getraind heb, heb ik dat op de spelers geprobeerd over te brengen. Nou, de spelers hier ook. Je zag dat vandaag terug. Ik denk dat we geen spaarneel hebben gelaten van ons. En dat is positief.